Evi, er is een diefstal gebeurd op uw bedrijf. Ze hebben de pasjes gepakt van de oefenwinkel. Dat klopt, dat zijn de spandoeken. Ik zie het. Vertel eens, wat doen jullie allemaal? Wij hebben in Koningsdooit een tuinbouwbedrijf met verschillende soorten volle grondsgroenten die wij rechtstreeks vermarkten in onze oefenwinkel. Daarnaast hebben wij ook een zorgboerderij waar wij dus samenwerken met mensen met een beperking. Ook zorggasten, Emily had het er net over, hoe bijzonder dat ze dat vindt. Kan je iets meer vertellen wat de positieve effecten is op die zorggasten of omgekeerd op jullie? Ja, dus 4 keer per week komen er mensen met een beperking. Dat zijn mensen met een autisme spectrumstoornis of psychische problemen of jongeren. Die komen meewerken in het bedrijf. Wij proberen daar zo een optimaal mogelijke taak voor te zoeken, zodanig dat zij eigenlijk het beste terechtkomen. Hun zelfvertrouwen vergroten, hun eigenwaarde vergroten, omdat zij voor één keer niet zelf verzorgd worden, maar zelf kunnen zorgen voor de dieren van het land. Oké. Bloemkolen, die hebben een speciale plek voor u. Niet alleen in uw hart, maar ook in uw werk. Wat is daar zo speciaal aan? We zijn van de streek van Mechelen, van oudsher gekend om de kweek van de Mechelse bloemkool, de vroege Mechelse bloemkool. Het is ook ons logo, of het bedrijfslogo. De Mechelse bloemkool, dat is een speciale variëteit die eigenlijk nog zelf opgekweekt wordt. Dus in de zomer laten wij de beste planten in zaad schieten die dan geoogst worden, die dan in het najaar uitgezaaid worden, die dan kiemen en die dan eigenlijk heel de winter door in een pot, in een koude serre volgens het ritme van de natuur kunnen opgroeien. Die worden dan uitgeplant in het voorjaar, waardoor dat eigenlijk vrij snel een jonge kool tot zijn recht komt die zeer smaakvol is. Wat dus? Dat klinkt toch wel heel lekker. Ik ga er een keer voor afkomen. Nu, als het gaat over het beleid, over iets vertellen, over andere zaken, iets dat je meer en meer hoort, multifunctionele landbouw, belangrijk beleidspunt. Als jij dat in mensentaal zou moeten uitleggen, hoe klinkt dat dan? Ja, grond wordt altijd maar schaarser en schaarser en is heel belangrijk voor de landbouw. Dus er zijn heel veel landbouwers op zoek naar een nevenactiviteit. Dat kan gaan van zorg, maar ook naar educatie of recreatie of de verkoop van eigen producten op een oefenwinkel bijvoorbeeld. Om zo eigenlijk een meerwaarde te creëren, een extra inkomen te creëren, het risico ook te spreiden. En daarnaast verstevigt dat een band tussen de boer en zijn buurt, waardoor dat je eigenlijk ook meewerkt aan een meer duurzame landbouw. Ik heb het helemaal verstaan en bijgeleerd. Dank u wel, dames en heren. Evi.